Zuiderzoet vandaag bij Paul Thomassen. Ik zeg altijd, ja, een anderhalf jaar na de opening. Hoe gaat het, Paul? Ja, gaat ongelooflijk goed eigenlijk. Anderhalf jaar geleden gestart in een economisch klimaat waarvan heel veel mensen zeiden van, joh, waar begin je aan? Maar ja, het gaat fantastisch eigenlijk hier. Het is ontzettend druk, heel veel levende brouwerij. Dus wat dat betreft super start geweest en het kan eigenlijk alleen maar beter gaan. Vertel eens wat over Zuiderzoet. Wat is Zuiderzoet? Ja, Zuiderzoet is gewoon een hele mooie brasserie. Aan het Eemmeer, hier tussen twee jachthavens in. Mooi uitzicht over het water. Gigantische mooie grote open keuken wat je hier achter me ziet. Waar alles vers bereid wordt en je kunt ook zien wat er gebeurt. Ja, het is een hele ruime brasserie, er kunnen wel 230 mensen zitten. Dus plek genoeg voor iedereen om te genieten. En we hebben hiernaast natuurlijk ook nog een hele mooie zaal waar bruiloft en partijen kunnen gegeven worden. Feesten, vergaderingen. En sinds vorig jaar zomer is er ook nog een hele mooie beachclub gebouwd. Het is een hele andere stijl. Echt zoals je ziet langs de kust in Scheveningen, in Zandvoort. Gewoon lekker loungen, lekker genieten van het mooie weer en eventueel watersporten erbij. Dus, ja. Hartstikke veel mogelijkheden. Want hier de Zuiderzoet ligt eigenlijk midden in het water, kun je wel zeggen? Dat kun je wel zeggen, ja. Ja. Ja, eigenlijk de voormalige Zuiderzee drooggelegd is op het zuidelijkste puntje van Flevoland. Dat is ook wel leuk. Dat noemen we dan natuurlijk het zuidelijkste puntje. Ja. Altijd mooi weer. Ja, dat zegt ook wat. Lekker zuidelijk. Maar ja, het is gewoon een uniek gebied. En we liggen hier eigenlijk tegenover Spakenburg. Daardoor hebben we een hele leuke kleine verbinding met Spakenburg, de vaart en boot. Dus mensen kunnen vanuit Spakenburg hier ook heen komen. Ja, dat maakt het allemaal extra leuk. Ja. Om een leuke bruiloft te geven en dan met je gasten naar de overkant varen en lekker genieten en s'avonds weer terug. Dat is echt uniek. Hey, en jullie hebben hier à la carte eten. Ja. Hey, dus mensen kunnen hier gewoon aankomen. Klopt, ja. We hebben gewoon een hele mooie à la carte kaart en een hele ruime kaart. En ik heb ook geen lunch- en dinerkaart. Het gaat de hele dag door. Ja. Even terug naar de beachclub. De beachclub, daar zit ook een surf- en een zeilcentrum bij, volgens mij. Ja, klopt. Dat is een watersportcentrum. Het heet ook de Eemhof Watersportcentrum. Die hebben eigenlijk alles. Van zeilen tot wakeboarden, kano. Je kunt zich gek niet bedenken. Alles op watersportgebied kun je daar doen. En dat is natuurlijk heerlijk in combinatie met een arrangementje bijvoorbeeld bij Zuiderzoet. Eerst even lekker watersport en dan s'avonds even lekker gaan eten. Of andersom, lekker lunchen en dan lekker sloepje huren. En dan bijvoorbeeld de Eemhof opvaren richting Amersfoort. Ja, je kunt echt hele leuke dingen doen. Maar bij de beachclub kun je ook een drankje nemen? En... Ja, bij de beachclub is gewoon een lekker, we noemen dat een beetje een beach concept. Lekker lounge, lekker rustig, niet te moeilijk doen, gewoon een lekker flesje bier en dat soort dingetjes. Je kunt van alles krijgen, ze hebben een hele leuke snackkaart erbij. Ja, als je echt uitgebreid wil eten, dan kun je altijd even de overstap naar Zuiderzoet nemen. Maar daar kun je heerlijk een drankje en een snackje nemen. En mocht je bijvoorbeeld een keer een heel leuk groot feest willen geven, een barbecuefeest, een trouwerij of een bedrijfsfeest, dan is de beachclub exclusief af te huren. En dan wordt het helemaal geregeld door Zuiderzoet. Nou. Het is echt een unieke locatie, midden in het water. Fantastisch. Het ziet er goed uit. Ja. Het klinkt goed. Het doet me een beetje denken aan de Côte d'Azur. Ja. Want dat is het wel. Ja, het is hier een beetje. Het is een heel zuidelijk sfeertje. Ja. Het is ook een beetje gemaakt op hoe noemen ze dat? De Port Crimo, hè, in Frankrijk. Dat sfeertje heb je wel. Ja. Je komt ook bij die bootjes, mooie jachten liggen hier. En mensen die hier zijn, die zijn allemaal op vakantie. Dus op een of andere manier, dat sfeertje straalt iedereen gewoon uit. Maar het is ook allemaal heel natuurlijk. Ik bedoel, je zit overal in de polder en in de bos. We zitten hier rondom bos en water, polder. Ja, fantastisch, hele mooie natuur. Ja. En je kunt hier een heel eind van je afkijken. Wat echt uniek is, zeker in de zomer, dat je de zon in het water ziet zakken. Ja, dat is schitterend. Nou, succes verder, Paul. We gaan elkaar weer spreken. Heel leuk. Prima, dankjewel. Tot kijken.